Vanavond het verhaal van Egbert Hofman, die zijn hele leven boer is geweest in Zuidwending. Hij vertelt over de periode van vlak na de oorlog, toen de boeren overschakelden van het paard naar de tractor. Ik ben Egbert Hofman, ik woon hier op Zuidwending, vuurstraat van Veendam. Neem je daarvoor. Ik ben geboren in Onstwedde. Misschien dat nog even leuk om te vertellen. Mijn olu ben in 1930 getrouwd. En die pachtte door in Onstwedde een boerderij van familie Wilsing. Toen ben ik naar Pekeltouw gegaan. En dus mijn pa is door weer boer geworden. Pies in broer. Toen kwam er aan bij ons en zei: jullie willen nog groen boerderij weer hebben. Ik ga er aan op zijn. Dat is, de huur is door aflopen. En die man die gaat eraf. En is er wat voor jou? Nou, toen ben pa en moe, die ben hier over zijn winnen gegaan. En hebben een rondreetje mocht in een boerderij bekeken. Ja, even voor zich iets overzien. De nacht moest je niet opvallen. En toen ben ze allemaal aan de wieken weer in naar richting Pekel. En toen thuis werd er ook geproot. Nou, wie als kinder, ach, wat ik was allemaal zo nieuwsgierig. Want ik hoor groot wat. Waar is dat? Daar zijn mijn pa, zotterig meuren, daar hoven het langer zo. Mijn broer met en pa en ik met z'n draaien die fiets hier over Zwenen. En dan zei mijn pa, nou, daar komt de boerderij, dat is hem. Maar denk erom, nou je overziet kijken, hè? Vuur je kijken. Maar wie was je nieuwsgierig, wie als toch hem overziet kijken. Maar, oh, man, wie valt binnen om. Wie zei, oh, wat is die mooie boerderij. Doe maar wie heen. Ja hoor. Mijn alle opleiding was gericht op peerdertractie. Met peert aanscherig plaukje en de bomben. Dan loop je er al een beetje krampachtig achter. Maar dat moest eerst leren, dat moest je aanvallen. Oude je die plauw in wezen als plauw goud loopt, kon je met pijn wel sturen. Maar ik had hem al die vast, ik was bang dat plauw omvalt. Maar dat deed ook voor jezelf. En dan zei het zelf geval dat je binnen onderste boom ging. In 1953. Toen ben ik overstapt door een trekker. Je was naar Sichem en het luipvuur ging meter. Van drog aan de hang, het was een gewurg en een gedauw. En toen zei mijn pa, ik stap, ik ga nu staan, ik ga melken. En dat misschien gauw daar, en dan hoor ik die staan in een pekel. En dan ga ik, maar die had er wel een trekker staan. Dan wil ik naar een trekker. Nou, mijn broer en ik, we zitten in mijn kool, maar dat is voor mijn kool. Pa hard op stap. We zitten zomaar niks voor. Maar fijn, hij ging hier. En wie waren nog aan het zicht. En toen kwamen we erop aan op fietsen. Maar in deed hij een oud waren. En hij op fietsen kwam met lonen weer naar ons zou. Dan zijn we in oud worden. Het is niks voor. Hij kwam met een paar. Volste duur. Oh, man, oh, man, dat is je wel zo duurwerk. Die mechanisatie, die vret je nog op. Onze beide buurten, die hadden een trekker. We zaten er net precies tussenin. Nou, en als ik dan aan plauw was, een buurman aan beide kanten, die kwam eraan. En hij had met een trekker in de kaart, maar een gelukkig groot. Dus ik kwam naar mijn zijtje en prut, plauw voor omhoog. En ze ging die voet nog vallen. En zij hem al op. En ik nooit. Nou, dan ben je dan een beetje vergreeld, om maar zo te zeggen. Dan werden die pieren, die werden al meer op jacht. Red jong, top, aarder. Nou, die spaanpieren, die in het eerste juimpje ze zo aarder op. Dat ze begonnen gewoon zwaai op de rug te krijgen. Dat die peer naar de buurt kwam, waren ze wit van zwaai. Nou, dat was door voor mijn pa niks aan. Hij zei, maar zo kan dat nooit. Zo kist u dat nooit met peer normaal. En ik zei, ja, maar ja, zij komt met een trekker en is het vaak zo dol. Dat wil niet groog. En ja, maar niks ervan, dat, nee. Dat moest hij nooit hebben. Dat mocht nooit. En daar is nou, weer als een boer was en die vooral, ja, dan kreeg je dat een beetje. En jammer genoeg, maar het was niet aan. Maar wie vond ons toch loter gelukkig? Ja, we dan wel een trekker kregen, dat kan je wel vertellen. Dat was een aancilindertje van 12 pk. Nou, ons toen trekkertje, ons graasmaatje waar we nou hebben, is ook 12 pk. Dat is nooit, we nou het graas er maar al. Kun je nou hoor.
ik zeg voor, we hebben wel een complete revolutie mee gemaakt. Die overgang van de perentractie door de trekker. En een grote revolutie vond ik ook, wat dat betrof, wij als boer met muiten, smeurs bij de wind, die ging naar achterentouw, in de deur ook, en je personeel was er, of was er nog nooit, maar dat groet niet meer goed. Maar dat was de eerste meur dat ik achter thuis kwam, dat er geen aanbodem meer was. Dat vond ik wel hard aan. Dan op een gegeven moment, ik zei vol, ik deed pistoldeur op, een pistoldeur achter in de boerderij. En dan stap ik naar boven en moest ik morgen tegen mezelf zijn. Terwijl de aans eerder nog personeel, ook al was het mijn oude meer, die hij nog het leerste. Maar ja, op een gegeven moment, het kon ik niet. Maar die jongens, die per jaar, die hadden een te dikke belasting in voor het bedrijf. En dan kon Broentje nooit meer trekken. Maar al de fruitjes, die alle revolutie waar we hadden, die brood er al licht over. Maar altijd moet wel betaald worden, hè. Die trekkers moeten weer investeerd worden. En dan kan je maar zeggen, ja, was gewoon met alle traditie verder gaan, maar dat doe je niet. Iemand die wil aanpassen bij de tijd. En dat hebben we ook altijd wat doen. Zullen wij de eerste zijn. Maar de eerste klap is een doel geweest. En dat is altijd al zo geweest. MUZIEK.